Kleine pussy. Let's fucking do this, mate. Eigenlijk is heel mijn setup veranderd en ik ga het nu tonen aan jullie. Yo YouTubers, het hier met vandaag. Holy shit, nieuwe vlog. Ik ben net wakker en ineens dacht ik, holy shit. Ik heb nog geen vlog, dus ik moet vloggen. En ja, vandaag gaan we gewoon iets vet doen, want eigenlijk doe ik niks. Dus ik ga subiet wel naar mijn oma. En ja, dat wordt wel lekker chill. Dus subiet ga ik, ja, op mijn fiets. Maar eerst moet ik eten hebben, want eigenlijk is het al 12 uur. Dus als ik nu eet, heeft dat niet echt nut. Maar ik zie wel wat ik nog ga doen. Dus ik ga nu gewoon, ja, weet ik veel, een beetje FIFA of Advanced Warfare. En dan zo meteen ga ik naar mijn oma. Dus let's go. Vandaag is het eigenlijk ook wel een beetje een speciale dag. Want het is ongeveer een jaar geleden dat ik voor de allereerste keer heb gevlogd. En dat was dat echt nog met die hele grote Nikon D3200. En dan moest ik zo, denk ik, vloggen met twee handen of zo. En ik hoop dat jullie het even leuk vinden om naar te kijken als ik het leuk vind om te maken. Het is tering veel wind. Dus ik ga nu gewoon naar mijn oma. Let's go. Daar zijn we dan. Echo. Het is een groot appartement. Ooit in mijn leven wil ik echt een keer zo met een brandblusser spuiten. Lijkt hem echt fucking vet. Die zo open. Yo mensen van de lift, ik sta nu in de lift en ja, we gaan gewoon naar mijn oma, dus let's fucking do this. Dus mensen, hier zijn we dan bij mijn oma en opa en ik sta hier in, ja, in de slaapkamer. En ik ga niet filmen bij mijn oma en opa, want ja, ik denk gewoon, zij willen dat. Ik weet het niet, ze weten waarschijnlijk niet wat ik doe op YouTube. Ik denk als ze het zouden weten, dat ze toch niet op internet willen komen. Dus ik heb net gegeten, ik ga nu weer naar huis, nog een beetje gaan fucken. FIFA video opnemen, een video editen. Het wordt vet, ik ga nu naar huis. Het is echt super mooi weer om januari te zijn. Het is echt niet normaal, maar het is wel bitter koud. Dus let's go! In al die jaren dat ik hier al kom, heb ik nog nooit de trappen gebruikt in plaats van de lift. Dus let's go! Echo! Best eng dat mensen weten waar dat ik woon. Het is wel leuk en zo, sommige mensen brengen dan iets cool en shit. Bijvoorbeeld die dudes die Red Bull waren komen brengen, is fucking epic. Dan denk ik ook, wat als er nu gewoon echt iemand komt om, ik weet niet, om me te beroven of zo. Maar dat gaat waarschijnlijk wel niet gebeuren. Dus ja, ik ga nu naar mijn kamer, let's fucking go. En ik weet niet of jullie mijn nieuwe bureau al hebben gezien. Maar ik heb dus een nieuw bureau. Dus eigenlijk is heel mijn setup veranderd en ik ga het nu tonen aan jullie. Normaal stond mijn bed daar, nu staat er dus allemaal random shit die allemaal het containerpark wordt gebracht. Mijn bed ligt nu hier, maar overmorgen krijg ik een nieuw bed, dus dan slaap ik ook niet meer op de grond. Mijn computer staat nu helemaal daar, met de bak erop, de micro, het scherm. En zoals ik al zei in de video van gisteren, ik heb een kabel, dus ik kan nu ook gewoon een tweede scherm aansluiten. Let's go! Ondertussen heb ik ook al een video geëdit, was pretty fucked up. Maar dus nu ben ik aan het skypen met Alex. Dat is dus de Alex, the one and only. Alex, zwaai naar de kijkers. Daar hebben we Thies. Van de, ja, these games, ja. Dus ik ga nu gewoon nog even, ja, dan nou FIFA spelen of zo. En dan. Ik heb net zonder fucking reden een anderhalf uur geslapen. Ik dacht, oh, ik ga gewoon een kwartiertje op mijn bed liggen. Een beetje op Facebook, Twitter, YouTube. Na 5 minuten heb ik mijn telefoon neergelegd. Dan ben ik gewoon beginnen slapen. Nu is het 6:30 en ja, hier ben ik. Maar ik moet een video online zetten, dus laten we dat ook even doen. Mannen, videoke. Online. Daar gaan we dan, mannen. Wijzigingsjes opslaan. Let's go. Als jullie deze video nog niet hebben gezien, ga hem dan direct checken. Ja. Okay, en als de video online staat, kunnen we natuurlijk iets anders gaan doen. Want het is nu best laat en ik heb fucking veel honger. Dus mensen, we gaan eten maken op mijn manier. Als jullie veel vlogs hebben gekeken, weten jullie wel hoe ik dat doe. Een beetje how to basic style. Let's go.
And that, my dear friends, that's how you make moonshine. Okay, ik ga nu even genieten van mijn cheeseburgers. Let's go. Het is nu 8 uur. Ik heb nog altijd geen fuck gedaan. Ik heb een beetje Advanced Warfare gespeeld, een potje League of Legends gedaan. En morgen is het gewoon weer school. En ik denk echt van, what the fuck is er mis met mijn leven? Want ja, het is zo, het lijkt zo fucked up. De vakantie is een week gedaan. Ik weet niet, het voelt heel raar. Maar ik heb fucking veel zin in Nesquik. Dus ik ga beneden even checken of er nog Nesquik is. En dan zie ik jullie zo, let's go. Kijk, normale mensen als ze chocomelk drinken, die nemen gewoon een tasje en die vullen dan met een beetje melk en chocomel. Maar ik ben ijsdit. Ik neem alles groter aan. Let's fucking do this, mate. Je pakt een beetje Nesquik en doet een beetje Nesquik in het pakje. Kleine poesie. Alles goed? Pak je de melk? En ja, op zo'n moment heb je dan gewoon de allergrootste chocomelk die er bestaat. Nou ja, dan ben je gelukkig, want het is denk ik wel de droom van elk kind. Om zo'n groot glas chocomelk er dan gewoon van te drinken. Dus let's go. We zitten dus in de Skype call samen met the one and only Tees Games. Geo van Gameplay World Excel. Zeehondje. Tees, daar hebben we... Oh, Alex. Daar is Nick, Joey, Alex... En Ryan. Ah, you mensen. Yo mensen van de vlog. Ik lig nu onder mijn dekens. En ik moest gaan slapen. En mijn mama heeft alles meegenomen. Toetsenbord, muis, alles shit. Dus ik lig hier nu fucking random onder mijn dekens. En ik heb mijn telefoon als zaklamp gebruikt. En als ik die uitzet, ja, dan is het hier gewoon, ja... fucked up en dan zien jullie geen fuck. Dus ik gebruik ja mijn telefoonzaklamp een beetje om toch een beetje belichting te hebben. Ik hoop dat je een leuke vlog vond. Ik ben ijsdit. Ik zeg ja, let's fucking go. Dit was misschien een beetje, ja ik weet niet, een mindere vlog. Omdat ja, ik dacht ik ga gewoon vloggen. En misschien weten jullie dan ook een keer hoe gewoon een fucked up dag is voor mij. Ik hoop dat jullie een leuke vlog vonden. Ik ben ijsdit. Ik sla druk even op dat duimpje omhoog. Zou echt fucking vet zijn. Holy shit, ik hoorde iets.